Ja, ik ben Michiel Rietveld. Tegenwoordig ben ik leraar primair onderwijs. Wat simpel gezegd is dat ik meester ben van groep 6. Jullie gaan werken aan een uitvinding. Wat was ook alweer de opdracht van deze les? Wat moest je gaan bedenken? Ik heb het Seinstroomtraject gedaan van de PABO. Je gaat in principe zelf solliciteren bij een school. Kijken of zij werken inderdaad met Seinstroomtrajecten. Omdat je als Seinstromer eigenlijk vrij snel voor de klas staat. En uiteindelijk was dan voor mij de keus gevallen op een school in Scheveningen. Dat klikte ook wel goed. Ja, zij stonden er zeker open voor om dat traject samen met mij aan te gaan. In combinatie met de Haagse Hogeschool. Ja, ik woonde zelf in Den Haag en ja, voor mij de Haagse Hogeschool had toch altijd een beetje een soort mythische status. Veel van mijn vrienden hadden er gestudeerd en het leek me gewoon geweldig om daarheen te kunnen. In het begin van het traject wordt er een assessment bij je afgenomen. En dan wordt er samen met de school een soort plan gemaakt. Een leerplan of een onderwijsplan. En daarin wordt vastgelegd wat je nog moet gaan leren. En voor die vakken ga je inderdaad 's avonds na je werk ga je naar de hogeschool toe. En ja, ik kan me voorstellen dat soms mensen denken dat dat misschien zwaar is. Van, hey, ik heb de hele dag gewerkt, ik ben best wel moe. Maar ik vond het eigenlijk altijd juist heel verfrissend. Omdat het gewoon, ik vond het bijzonder. Het is bijna een soort avontuur. En je mag toch weer dingen leren die met het vak te maken hebben. Allemaal nog wat een breuk is. Ik ben gelijk begonnen in groep 6. Kinderen van die leeftijd, daar kan ik goed mee werken. En dan hebben ze nog heel veel fantasie en inlevingsvermogen en nog een stukje magie. In het begin vond ik dat natuurlijk wel heel erg wennen, omdat je echt in één keer ben je echt hun meester. 50 is het geheel. 50 deel je dan door 10. Nou, je gaat heel veel leren op het gebied van didactiek en pedagogiek. Zelfs een stukje ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om gewoon gelijk als leerkracht snel te kunnen starten. Ik leerde ontzettend veel en ik werd inderdaad ook heel goed begeleid door mijn coaches. Ja, ik denk dat het goed is dat daar toch nog iets mee gebeurt. Wat nog niet helemaal lekker loopt, dat evalueer ik altijd. En dat zorgt er weer voor dat mijn volgende les nog beter is. Wat ik ook wel heb gemerkt is dat het is echt een vak wat je echt gewoon kan leren. Je kan echt leren om met kinderen te werken, om kinderen les te geven, om kinderen te enthousiasmeren. Ik kom zelf uit de muziek. Ik heb ook jarenlang in China getoerd. Ik speel basgitaar en ik schrijf heel graag liedjes. Ik heb een gitaar in de klas staan en ik vind het geweldig om gewoon die te passen en te onpassen erbij te pakken en dan gewoon lekker te gaan zingen. Met mijn collega's, studenten, hebben wij regelmatig gewoon nog na schooltijd hebben we gewoon nog wel eens even lekker een biertje gedaan. Ja, dus dat contact zorgt ook weer voor toch inderdaad een soort van gevoel van saamhorigheid, dat je het echt samen erin zit en dat traject aan het volgen bent. Ja, je hebt gewoon met kinderen altijd een ontzettende leuke, enerverende dag. Soms wel zwaar, soms wel pittig, maar het is altijd, wordt er gelachen, wordt er gehuild en wordt er geleefd en worden er leuke dingen gedaan. Een dag met kinderen is echt nooit saai.